de kijkertjes thuis hebben we nog een, ja, ook nog een mooi schilderij hier. Tranen heet, nee? Ja, is niet tranen. Oh, deze is tranen. En dat is ook gewoon? Of ook iets mythologisch geweest? Of? Nee, dat is mijn vriend speelt in een band. En ja, die hebben het nummer Tranen gemaakt. Ja. En daar heb ik dit schilderij voor gemaakt. Dat bestond dus nog niet voor het nummer? Toen, Nee, dat is echt voor het nummer gemaakt. Oké. Okay. Ja. Dat is wel speciaal. Ja. Maar dat al mijn schilderijen hebben, zeg maar, zoveel mogelijk titels van nummers of van bandjes die ik... ja, die ik leuk vind. Okay. Dus, dus dan meestal, ja, ik voor een titel moet je nou weer zingen. Hè? Dus nou, meestal dan, ja, dan hoor ik weer een nummer en denk ik, oh ja, dat kan ik gebruiken. Misschien een mooie titel van... Ja, en soms dan is het ook wel eens andersom dat ik, als ik een mooi nummer... Dus ik had laatst met Elbow, had ik de band Elbow, ik weet niet of je die kent. Nee. Nou, die had een heel mooi nummer, Powder Blue. En daar heb ik dus ook een schilderij bij gemaakt. Oké. Okay. Ja. Dus soms dan werkt het ook wel zonder. Meestal heb ik wel een idee en zoek ik later een titel. Maar ja, in deze gevallen, deze twee gevallen is dan een ronde. Ja, dus ja, zo, ja, er zijn verschillende manieren om aan inspiratie te komen. Ja, precies. Ja. Ja. En ze zwemt als het ware in tranen. In de tranen, ja. Ja. Ah. Ze verdrinkt bijna, heel zielig. Maar goed. Ja. Hij zou nog net het hoofd boven. Zo kan je het ook zien. Dat is het symbolisch. Ja, is... Ze verzuimt bijna, ja, maar... Het, half, het glas is half vol of half leeg. Ze geeft niet op. Ja, ja. Oké. Okay. Dus, en dit zijn de pantoffeltjes nog. Oh ja, daar hadden we het net nog over. Dit zijn de schilderpantoffels. Dit is het bewijs? Ja, ik was lekker knieën en kladderen. Nou, okay. Nog een kleine toegift en we gaan er nu vandoor. Nou, leuk dat jullie geweest zijn. Ja, en de volgende keer moet je iets vroeger komen, dan kan je mee eten. Ja, zullen we zeker doen. Oké. Okay. Doeg! Nee, doeg!